BMW M8 in de fantastische kleur Isle of Man Green. Super vet, we hebben hem op pad en we gaan naar Duitsland. Zo'n M8 Grand Coupé is zo'n fantastische reisauto. Dikke V8 natuurlijk, 625 pk. Maar gewoon het gemak met wat dit alles eigenlijk kan doen, dat is echt next level. Alright, we zijn dus onderweg naar Duitsland zoals ik net aangaf. Excuses voor mijn kauwgom trouwens. Wij gaan namelijk morgen een hele dag driften alwezen. We zijn onderpad met de M8, zoals ik al eerder zei. En niet alleen gaan we dus de grens over, niet alleen kunnen we dus kijken of we echt 300 kunnen aantikken met deze auto, maar ook heel misschien, heel stiekem, een rondje dwars, haaks, met de nieuwe M8. Zo, nou, we hebben net even een paar rondjes gedaan, karretjes helemaal top. Arno krijgt nu even wat instructie van Schouten senior. Maar jongens, dit is echt lachen. Het stopt weer, het is lekker koud, lekker glad. Ideaal voor het driften. Jij bent ook echt niet goed, hè? Nee, niet top. Ik heb een camera, hè? Oh, echt? Ja. Ik moet zo even een rondje mee, denk ik. Hey, Joris, ben je er klaar voor? Ja, hoor. Ja? We gaan de jongen even een beetje leren driften. Arno, toch? Kijk, wat wil lukken vandaag. Lekker, man. Nou, zet hem op, jongens. Laten we de M8 maar proberen, want de 325i hebben we gesloopt. Die BMW's krijgen we toch op tijd op een flikker. Maar we hebben een nieuwe, we hebben namelijk een Touring gehad. Die heeft niet gewonnen van Sam, maar we hebben wel een nieuwe. Dus dat is helemaal top. En zoals je ziet, we zijn weer terug in Nederland. Wat was het heerlijk om gewoon weer een keertje te driften, jongens. 325i's, ja, een keertje een klapband, een keertje een uitlaat die eronder vandaan poft. Dat hoort er gewoon bij. Dat kan allemaal en dat maakt geen moer uit. Ik vind het super vet. Laat sowieso even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Maar we sluiten de video nog niet af. Want we gaan nog eventjes op de koffie bij Constantijn. Constantijn van Shifter. Want die heeft namelijk een nieuw band.
Lekker man. Dit kleurtje is wel top hoor. Goed hè? Ja, dit is wel heel cool. Volledig in performance hè? Helemaal in performance. Lekker man. Hoe is het? Leuk je weer te zien. Wat een verschil hè? Die wand is echt super dik hè? Ja, en wat meer ruimte erbij gekregen. Lekker. Ja. Dit vind ik echt vet om te zien altijd. Dat bedrijven met wie ik leuke video's van maken, gewoon weer nieuwe dingen aan het doen zijn. Kijk eens, visgraafvloertje erin, barretje erin. Barretje erin. Het is wel top hoor. Het begint een beetje op show te lijken. Ik wil net zeggen hé. Bosje erin, dit is wel een beetje een vreemde eend. Ja, het is een beetje scheef gaan hè. Het begon toch wel echt een rijdersauto. Ja, 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 ja. BMW Mini en een klein beetje Porsche. Ik vind hem heel vet deze hoor. Goed hè? Kijk eens eventjes. De juiste specs. Ja, ik wou dat zeggen. Ik vind dit nog steeds het mooiste model 911, om heel eerlijk te zijn. Ja, mooi hè, met de brede kont, 4S. Ik vind de 992, dat vind ik toch een beetje te veel richting het Audi en het algemene vacht neigen. Klopt, ja. Maar dit is wel echt super dik. En dat, ja, ik vind het ook super dik. Ja, dat is misschien wel een leuke outlet voor jou, hè? Ja, ik wou net zeggen. Ja, het is wel, hè. Met het kijkje van... De, ja, uitlaatje zelfs. En performance. Uitlaatje helemaal. En uitlaatje helemaal, inderdaad. De frontlip. En het stuurtje, ik zal de sleutel even pakken. Dat is om even te zien. Dit is top. Ja, dat klinkt goed. Dit is ook iets jongens, dat wilde ik zo graag doen met de M4. Toen dacht ik, ja weet je, ik heb al de head-up display. Dus er wordt misschien een klein beetje een kerstboom. Maar dit stuur is wel echt super vet hè. En dit klinkt natuurlijk fantastisch. Dit is een blok uit de M2, maar dan net weer een klein beetje anders. Dit is in mijn ogen het best klinkende motor van BMW. Dit is wel ziek, hè? Wat een slagschip is het ook. Je vertelde net, je hebt nog nooit een M5 Competition of... Nee, wel een M5, een normale. Ja. Met 600 pk en dit is dan 625. 625, ja. En ik ben wel heel benieuwd hoe dit... Oh, dat is wel gezellig. Ik ben wel benieuwd hoe het rijdt ten opzichte van een normale M5. Ja. Want dit weegt ja, 250 kilo meer of zo. Dit is ruim 2000 kilo. Dus dat is in die zin wel Hij wel klinkt flink. Wel, als je hem start, hij klinkt wel goed. Hij klinkt wel oké, ja. Voor een OPF inderdaad. Want je krijgt ook een M-Performance uitlaat met zo'n competition package? Nee. Nou ja, wel een sport uitlaat. Oké. Okay. Ja, er zit natuurlijk zo'n OPF kanon. Ja, 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 ja. Dus... Die gaat wel af, hè? Normaal. Maar ook vooral het gemak. Ik reed met een dik 270 en je denkt echt van... Ja. Ja, mooi hè? Ja, relaxed. Wil jij nog een broodje? Ja, ja zo heb je al eens die video gezien van Alpina, van de B5? Nee. Dan zie je in die reclamespot, zie je volgens mij een AMG GT, die zie je voorbij knallen op de autobaan. Een 911 GT volgens mij. En dan, die zijn echt aan het knallen en dan hoor je op een gegeven moment met een klassiek muziekje op, hoor je die Alpina hun eventjes inhalen. Dus een Alpina met wat voor geweld dat gaat. Dat is helemaal next level. Ja. Dat is echt dat je denkt... Die uitlaat die is wel aanwezig hè, tenminste over de speakers worden natuurlijk versterkt. Ja. Dit pruttelen hoor je ook van buiten. Oh, dat wel? Ja. En nu klinkt die echt anders hè, ja. Zonder die uitlaat. Grappig is dat hè? Ik vind hem ook anders klinken dan de M5. Maar als je hij is wel meer aanwezig. Ik vind hem wat voller hè. Maar jij hebt pre-OPF gereden? Ja. Ja. En ook met OPF. Oh ja. Meer trekkracht boven de 5000 toeren. Het is echt. Als je vergelijkt met. Zo hard. Ja. Het is echt. Want 0 naar 100 is denk ik niet eens heel veel sneller hè, dan een normale M8. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou ja, op zich is 3 seconden 100 erbij zat. Ja, ja. Ik denk niet dat de gemiddelde Nederlander heel veel meer nodig heeft dan dat. Maar het is echt ziek. Het is echt. Ja, het is wel ik echt... vind dit. Qua afwerking puur perfectie dit, het hè? Enige probleem wat ik met deze auto heb is dat ik denk deze auto heb je op geen enkele mogelijkheid. Stop staat al uit. Ja ook, maar je hebt het op geen enkele mogelijkheid nodig. Nee. Ten opzichte van een 850i. Nee. Eigenlijk is de M850i vind ik de fijnere auto dan ja, het gaat allemaal net wat soepeler hè, in die auto. Het is wat soepeler, het is net even wat comfortabeler. M850i klinkt stiekem. Dit is normaal dit. M850
M8-5, die klinkt eigenlijk nog leuker dan de M8. Ja, het klinkt wat voller allemaal, klinkt, ook ja. wat diepere V8 is dat. En deze komt pas echt tot leven, vind ik, boven de, nou, wat zal het zijn, 4.500 ja. toeren. Maar als je er dan in zit zo en je rent met het ding naar Duitsland of naar Italië. Hij is wel een stukje comfortabeler dan een M5, vind ik. Ja, het stuitert nul. Nee. Maar je staat nu met dempers in sport, kan natuurlijk nog Sport Plus. Ja. En het is alsof je overleeft. Nou, lekkere reisauto dit, hè? Het is echt niet normaal. Kun je nog een beetje achterin zitten, jij? Ja, dat gaat ook nog wel. Ja, ook, ja. Jij ook? Ja hoor, in het midden alleen niet, want je hebt deze mooie middentunnel erin. Ja. Maar achterin heb je natuurlijk ook gewoon stoelen. Dus stel je zou een rondje ring doen met je vrienden, dan zit je ook nog knap. En wat zou jij nou kopen? Zou je dit kopen of Panamera Turbo of AMG GT? Ja, kijk. Ik denk persoonlijk dat ik dit voor een echte sportauto te zacht vind afgeveerd. Ja. En een Panamera heeft mij eigenlijk nooit getrokken, zeg ik heel eerlijk. Nee? Porsche, nee. Nee, ik vind Porsche vind ik heel mooi merk. Zeker de 911 range of zo'n Cayman GT4, GT4. Ja. Maar een Panamera heeft voor mij nooit echt gedaan. En Cayenne Coupé vind ik ook helemaal niks. Nee, dat vind ik echt een mooie auto. Maar ik denk dat dat een van de weinige Mercedes'en is die ik boven ben, denk ik. Ja? Ja. Ik vind zo'n GT Four-door. Het zijn 63 S. Wil je mee gereden? Dat is niet normaal. Ja? Dat is niet normaal. Die V8 maakt ook echt serieus herrie. Ja, dat vind ik wel. De V8 van Mercedes die maken echt nog een beetje... Ja, dat is echt waanzinnig. Mooi geluid, ja. Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ik zou die kleur van buiten ook niet kiezen. Ik zou denk gewoon een zwarte kiezen met jij die bruine. Jij zou niet voor het kleurtje aan de buitenkant nee. kiezen? Oh, ik ben helemaal nee. verliefd. Ja, ik vind het kleur. Schitterend hoor, maar om nou iedere dag hiermee... Ja, oké. Okay. Je wordt wel op een gegeven moment zo herkend. Ik moest zo... Maar dat heb jij natuurlijk met die M4 toen ook gehad in die kleur. Ja, hè? Maar dit is eigenlijk, ik denk nog erger. Want ja? Mijn vriendin reed er gisteren in. Ja. Je ziet echt iedereen kijken en dan kijken ze naar binnen. Ja. Holy shit, er zit nog een ook. Ja, mooi hè? Kijk, zijn we terug jongens. En hij staat gewoon voor de deur. Valet parking hoor. Goeie genade. Kijk eens. En zo gaan we weer van de M8 door naar de M4. Jongens, ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Lekker divers. We hebben natuurlijk weer een hoop dingen gedaan. We zijn in Duitsland geweest. We hebben een stukje op de autobaan mogen vlammen. Helaas niet de 305 km per uur die BMW opgaf. Maar wel dik door de 270 km per uur. En natuurlijk gewoon een lekker dagje vlammen. Een lekker dagje driften. En langs bij Constantijn Shifter voor zijn nieuwe pad. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Laat in de reacties weten wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Masala.